We zitten hier in de synagoge in Kampen bij de opbouw, de inrichting van de expositie van Ken en Grégoire. En Ken, wat gaan de mensen of wat kunnen de mensen hier allemaal zien? Wat ik meegenomen heb, dat zijn schilderijen en beelden. En dan heel breed, dus verschillende thema's die ik in mijn werk laat zien. Zoals het leven, landschap, portret. En dat allemaal op een redelijk realistische manier geschilderd. Zeker realistisch, ja. Wat mij ook opvalt is dat Commedia dell'arte komt regelmatig terug in jouw werk. Wat is jouw voorliefde daarvoor? Dat is een thema wat ik eigenlijk de laatste tijd een beetje losgelaten heb. Daarvoor in de plaats ben ik weer bezig geweest met mensen op een andere manier weer te geven. Bijvoorbeeld door middel van voetbalsupporters, wat eigenlijk ook een soort comedia is. Mensen die lichtelijk verkleed zijn en zich absurd gedragen. Dus dat is op zich al een soort comedia. Dat kun je wel stellen, ja. Dus dan probeer ik dat op die manier, dat thema weer terug te laten komen. Maar dan eigenlijk wat minder nostalgisch. Dus dat is wat hedendaagser het onderwerp aangepakt. Een soort moderne volkskunst. Zoals de Commedia dell'arte iets voor volkskunst was. Ja, zo zou je dat kunnen zien. Het is toch een soort volkskunst. Ja. Een beetje zot ook. En kun je iets vertellen over het grisaille in je werk? De techniek die ik toepas is eigenlijk een 16e, 17e eeuwse manier van schilderen. Dus ik ga uit van een onderschildering, wat dan grisaille genoemd wordt. En over dat licht-donker werk, daar gaat dus glacerend de kleur overheen. Iets wat al een tijdje in kamp is, de kennenkamer, ja. Bij de eenhoorn. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de kennenkamer, dat is een wezenloos mooie grote opdracht geweest voor sigarenfabriek De Olifant. En dat is het grootste schilderij wat ik tot nu toe heb mogen, tenminste het één na grootste schilderij wat ik tot nu toe heb mogen realiseren. En dat is dus hier toevallig in Kampen. En dat is een jaar of 16 geleden dat ik dat gemaakt heb. En daar ben ik nog steeds heel erg trots op. Ik wens je heel veel succes met deze tentoonstelling. Dankjewel. En we zijn er zaterdag bij. Hartstikke leuk. Onder de groene hemel in de blauwe zon speelt het blinkend harmonieorkest in een grote ringtop. Dames en heren, toen ik voor de allereerste keer kennis nam van de schildering van Ken en Grégoire en er nog niet zo over gelezen had, maar alleen een boek aan het doorbladeren was, moest ik onmiskenbaar denken aan dit in mijn oren altijd prachtige lied van Boudewijn de Groot en geschreven door Lennart Nijker. En als wij bijvoorbeeld de letterbak, noem ik dat maar even, maar het zal een andere naam hebben, bekijken met al die voorwerpen erin, dan denk je van, ja, het gaat niet alleen om het object, maar er zit iets in van de verbintenis tussen het object en de persoon. En de manier van kijken, dus het gaat ook om zo'n kan en zo'n klok en zo'n oor zelfs, die heeft een bepaalde geschiedenis. En hoe kom je bij het wezen van die geschiedenis? Kijk, als jij mij zou schilderen zoals ik ben, voor de eregalerij van de oude glorie, dan zou je daar niks aan kunnen. Maar als je mij zou schilderen zoals hij me graag ziet, en dat is bij dit masker op, boven de bril heen. Met een masker, dat ineens vindt hij mij interessant. En aangezien de omgeving van mij verwacht dat ik zo saai ben en samen met zo'n saai mogelijk hangt, zet ik hem nu weer even aan. Belangrijker vind ik het uitspreken van onze waardering voor het feit dat Ken en Grégoire bereid is om hier deze expositie hier in Kampen te organiseren. Als een opwarmetje, als een opmaat naar de onthulling van het Koningsportret op 22 april in het Stedelijk Museum hier in Kampen, waar we ongelooflijk trots op zijn dat we dan dat schilderij mogen onthullen. Het is al vanaf de 17e eeuw dat het stadsbestuur van Kampen als stadsbestuur opdracht gaf om de vorsten
ten voeten uit te schilderen. In onze Oranjezaal zijn we allemaal van persoon tot persoon te zien en te waarderen. En ik moet zeggen, ook gisteren in het atelier zijn we ook als jury nog weer eens even bevestigd dat wij echt de goede keuze voor deze schilder hebben gemaakt. En ik nodig ook uit om 32 april of de dagen daarna de koning te zien zoals hij werkelijk is. En als je wilt zien hoe de koning zich heeft gedragen, dan moeten jullie mee laten naar Zwolle. En als je dat niet werkelijk is, dan kom je naar Kamp. En dan kun je zien dat hij er echt uitziet. Ja, het is feest vandaag. En we praten en we zingen en we lachen allemaal bij de opening van de expositie van Kenneth Wildebaard uit het land van Maas en Waal. En hiermee verklaar ik deze expositie voor geopend.